Ruim 220 personen hebben de Surinaamse nationaliteit aangevraagd door naturalisatie. In de Nationale Assemblée is gisteren de ontwerpswet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan deze 220 personen behandeld. VAP-parlementariër Harriet Ramdien zei dat de verzoeken komen van personen uit 13 verschillende landen en dat het gaat om mensen die langer dan 3 jaar wonen in Suriname. De grootste groep aanvragers komt uit Guyana en telt 145 mensen. Als je naar de lijst kijkt, heb ik toch een opmerking. Ik maakte die opmerking ook naar mijn collega's toe en ik zei van juist zou ik verwachten dat ik wat mensen uit China zou zien. Want onze Chinese broeders hebben een heleboel hier en juist heb ik geen enkele van hun gezien. Dus u hebt mijn opmerking een beetje gehoord en de meeste mensen die aangevraagd hebben, ze komen uit Guyana en daarna uit Haiti en dan uit Cuba. Verder liet Ramdien ook weten dat het grootste deel van de aanvragers zich bevindt in de leeftijdsgroep tussen de 19 en de 50 jaar. De tweede groep die 106 personen bevat, zal na naturalisatie enkele tientallen AOV'ers hebben. Als we naar al die 220 personen kijken, dan zien we, hebben we dit verdeeld in 2 groepen. 1 groep van 19 jaar tot 50. En 1 groep van 51 tot 80. Als u kijkt naar de groep van 19 tot 50 jaar, dan zijn er 114 personen die aangevraagd hebben. En tussen de 51 jaar tot 80 zijn er 106 personen die aangevraagd hebben. We zijn ook nagegaan als commissie en wat ons opgevallen is, dat met de leeftijdsgroep categorie van 51-80 jaar, waar 106 personen zijn, daaruit zullen, na aanname natuurlijk, nadat ze genaturaliseerd zijn, zullen we 63 nieuwe AOV'ers bijkrijgen. Ramdien benadrukte ook dat de burgerlijke staat van de mensen is nagegaan. Het blijkt dat van de 220 aanvragers 101 personen ongehuwd zijn, 89 personen zijn gehuwd en 11 van hen zijn gescheiden.